Paul, je staat met lege handen naar een volgens mij hele goede dubbelwedstrijd. Hoe komt dat binnen? Ja, dit komt wel vind ik zwaar binnen. Dit is toch wel een... Dit is wel een hopelijk niet cruciaal punt, maar wel een heel belangrijk punt, omdat je gewoon echt de hele wedstrijd voor je gevoel de betere was. Op het cruciale momenten stonden zij er gewoon, hadden zij net gewoon, ja, brachten zij net iets meer op de allercruciale momenten. Maar wij hebben veel meer kansen afgedwongen, veel meer kansen gecreëerd. Ik geloof dat zij 3 breakpoints hebben gehad, daar hebben ze 2 van gemaakt. Wij hebben er geloof ik 9 gehad en 1 gemaakt. Dus is het een scheve uitslag? Ja, ik vind wel. We staan met 2-6-0 achter. Terwijl je op dat moment eigenlijk ook 2-6-0 voor had kunnen staan. En dan ga je gewoon die wedstrijd in 3 of 4 sets naar huis trekken. En nu ga je uiteindelijk in die 4e set nog richting een 5e set. Maken zij een goede re-break. En wordt er toch ineens een tiebreak. Ja, en daardoor. En dan zie je dat zij gewoon elke bal net iets meer maken in die tiebreak. Returns, elke return wordt op de voeten gespeeld. Tweede bal weggeslagen, derde bal. Nou ja, en dat deden zij uiteindelijk net iets beter in die 4e set tiebreak en in die 1e tiebreak. In hoeverre voelt het als een herhaling van zetten? Want gisteren leken jullie ook in de wedstrijd van Haasen heel hard op weg naar een 5e set. Ja, toen leek dat ook. Alleen toen had ik niet gedurende de hele wedstrijd. Ja, we zijn eigenlijk raar dat we 2-6-0 achter staan, maar we zijn beter. Dat had ik in de eerste 2 sets niet. Daarna had ik wel de 3e, 4e set was Robin beter. Alleen toen kwamen we toch nog met de 4e set bedrogen uit. En dat is nu ook vandaag. En dus ja, je weet, als je van Frankrijk moet winnen of kunt winnen of wil winnen, dan heb je wel dit soort wedstrijden waarin het close is om die naar huis te trekken. Ja, dat is toch wel jammer dus.